Nou, ik ben Keesjan de Boer en ik ben 16 jaar en ik zit op de visserijschool in Urk. Ik ben Willem, ik ben 19 jaar en ik zit op de visserijschool. Oh, ik ben Jefokke en ik ben 17 jaar en ik zit op de visserijschool. Maar vandaag zitten de mannen niet in de schoolbanken. Want we zijn nu aan boord van de PD-147 Enterprise. Een Urkse viskotter die speciaal is omgebouwd om jonge vissers in de praktijk te leren duurzaam te vissen. En we gaan vandaag voor het EGI, want dit is de Atlantische Oceaan. Wat maakt de PD-147 nou zo duurzaam? Nou, dat wij in 1995 in de vaart kwamen, toen waren we in ons segment de grootste van Europa, met de meeste pikage. Toen is de grote motor eruit gegaan, een lichte motor ervoor in de plek. En we zijn stukken lichter gaan vissen met de netten. Dus jullie hebben netten die makkelijker te slepen zijn en daarom een kleinere motor. Ja. En dat maakt het schip zuiniger en duurzamer. Dat is helemaal goed. Die nieuwe methode van vissen, dat levert ook een andere werkwijze op. En daarom, als het even kan, ook een nieuwe praktijkopleiding. De PD-147 is er speciaal voor omgebouwd. En dat is hartstikke nieuw. Er zijn hier twee roerplekken naast elkaar. Is dat ook speciaal voor de school? Ja, dit is voor de leerlingen en dat is voor de schepen. Het is een soort lesauto? Ja, eigenlijk wel, ja. Al je collega's hierachter zijn hartstikke druk bezig. En jij zit voor een laptop. Wat is hier aan de hand? Nou, ik zit iedereen op werk en ik probeer mijn opdracht neer te maken. Dus dit is een soort huiswerkplek? Ja, je kunt hier je hebt het internet en je kunt contact houden met de leraar op school. Ik zag jou met je collega's in de machinekamer met zo'n high-tech hoofdtelefoon met antenne enzovoort. Wat is dat voor ding? Nou, dit is een speciaal hoofdtelefoon die dempt het geluid van buitenaf. En je kunt gewoon in de rode area en zo in de machinekamer met elkaar praten. Dat is eigenlijk ook speciaal voor jullie leerlingen dat je les kunt krijgen daar. Ja, dat is speciaal voor ons gekocht. Hoe belangrijk is het nou dat ze op deze manier ervaring kunnen opbouwen? Het gaat erom dat je zeg maar, bij storingen en alles, dat de jongens er dan bij zijn. En daar kun je heel veel van leren. En dat zijn dingen die je op school nooit leert? Die maak je op school niet mee, nee. Wat vinden jullie van een praktijkopleiding als dit? Ja, je kan hier wel, je leert hier wel meer als op school. Ja, ik vind ook dat het een goede kans voor ons om daar de praktijk mee te maken zoals het hoort. Nou, ik ben helemaal met hen twee eens. De jonge vissers worden betere vissers omdat ze het hier aan boord in de praktijk kunnen leren? Nou, daar zullen we hopen. Dan zou je eigenlijk een soort kroon op je werk gaan. Ja.